van de wedstrijd Waasland-Beveren-OHC-Leuven. De wedstrijd geëindigd op 2-0. Heel belangrijke overwinning voor Waasland-Beveren. Bij ons de coaches. Ik ga even vragen wat zij van deze wedstrijd vonden. Meneer Van Geneuden, welkom op de Freetiel. Uw mening graag over deze 2-0 nederlaag. Ja, op basis van de hele wedstrijd en zeker wat het einde betreft, de laatste kwartier, 20 minuten, moet ik zeggen, verdiende overwinning. Zwaar ontgoocheld natuurlijk over het resultaat, omdat ik het gevoel had dat wij tot aan de rode kaart de wedstrijd eigenlijk volledig, naar mijn gevoel, onder controle hadden. Ik herinner mij een schot van Sonke, het schot voorlangs van Remakel in de eerste helft. Wij daarentegen toch wel vrij veel gevaar gecreëerd zonder echt uitgespeelde doelkansen te krijgen, maar toch ook niks weggegeven. Ja, en op het moment dat de rode kaart valt, heb ik het gevoel dat wij uit ons rol gaan spelen. Dan komen we toch onverwachts 1-0 achter via een stilstaande fase, een corner, waar de scherpte van de spelers van de thuisploeg, die was wel aanwezig daar, om daar zo snel mogelijk op die bal te zitten. En dan stel ik mij vragen, en dat heb ik ook na de wedstrijd tegen de spelers gezegd, waarom we dan overhaast gaan voetballen, waarom we met de lange bal gaan werken. Ze hebben twee kobbelsterke jongens achterin staan, dus waarom zo snel die bal naar voren droppen in plaats van te blijven voetballen. Voldoende mensen ook voorin gebracht met het veld breed te houden met enerzijds Acevedo en dan Sergioni. In de eerste plaats Ibu, daarna Sergioni, om dan van daaruit de actie te maken. Dat is dan niet gebeurd. En dan komt op een counter komen we nog 2-0 achter. Dus heel zwaar ontgoocheld. En ik stel me ook daarom naar de groep toe. Heb ik toch wel duidelijk gezegd van kijk, morgen verwacht ik toch wel een antwoord. Want al het goede wat we in de heenronde hebben opgebouwd, en dat is ook de reden waarom we nu kunnen zeggen dat we nog in de middenmoot staan, is omdat we in de heenronde toch wel een positief voetbal met resultaten hebben bijeengespeeld. En dat geef je op die manier dan vandaag, geef je dat weg. En dan, wat blijft er dan nog over van al het goede wat we gerealiseerd hebben in de heenronde? En ik denk dat daar de groep ook zijn trotsheid en zijn fierheid moet in vraag stellen. En dat zullen we morgen horen. Ja, want het is de 11e wedstrijd, denk ik, als ik het juist heb, zonder overwinning voor OHC Leuven. Hunker je naar het seizoenseinde of denk je dat er nog de kentering mogelijk is? Ja, natuurlijk is de kentering mogelijk, hè. Dus je hebt van die 11 wedstrijden, heb je er 5 gelijk gespeeld. Dus daar niet van. Maar je kan wel vorige week bijvoorbeeld verliezen tegen Lokeren en toch met een gevoel van het veld stappen dat je tegen Lokeren, die toch wel bovenaan meedraaien, dat je daar goed hebt mee kunnen meespelen, dat je eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld hebt, ondanks de zware nederlaag. En dat gevoel heb je vandaag niet. En dan moet je met alle respect, en ik zeg dat met alle respect voor Waasland-Beveren, dan mag je hier niet op het moment dat je tegen 10 man komt te spelen, het zo weggeven. En dat is toch wel iets waar we ons vragen bij moeten stellen. Oké, dankjewel. Een erg ontgoochelende Ronnie Van Geneuden. Tuurlijk. Veel succes nog de volgende weken. Kleine boek, ja, felicitaties. 2-0 overwinning, dit hadden we echt nodig. Verdiende overwinning, volgens jou? Ja, verdiende overwinning. Achteraf gezien, als je naar de 90 minuten kijkt en je moet 35 minuten met 10 man spelen en je trekt het dan over de streep, dan kan je niet anders zeggen dat het verdiend is. Maar als je naar de eerste helft kijkt, daar kan ik eigenlijk vrij kort over zeggen dat die was volledig voor OHL. Gewoon puur omdat we in verdedigend opzicht onze taken niet deden zoals we ze hadden afgesproken. En twee, omdat we in balbezit eigenlijk niet aan voetballen toekwamen. En dan komt er in de tweede helft die kentering van die rode kaart. Bizar eigenlijk dat je dan op dat moment een tactische ingreep moet doen, omdat je niet anders kan. We zijn dan een 4-3-2 gaan spelen. We hebben het centrum goed dichtgehouden, 2 centrumspitsen gaan spelen. Je vervangt Remakel door Shish. Ja, en de zet met dan Farsi op het middenveld, die pakt dan goed uit. Rashid kan natuurlijk enorm goed voetballen en die heeft daar de boel laten draaien. Heeft een sterk laatste half uur gespeeld.
Ja, en dan zie je op een gegeven moment, kom je 1-0 voor en dan zie je het geloof groeien in die ploeg. Terwijl het eigenlijk van de eerste minuut zou moeten zijn, want als je ziet welk parcours we afleggen de laatste weken. Ja, en dan beginnen we te voetballen en dan zijn we eigenlijk nog weinig in de problemen gekomen. Want zoals Ronnie het ook zegt, zijn zij met de lange bal beginnen spelen. Ik ben zelf altijd verdediger geweest, dus ik weet, ik zou het niet liever hebben dan dat die ballen gewoon in die trechter worden gedropt. En natuurlijk kan die dan een keer goed vallen, want hij is op een gegeven moment ook een keer goed gevallen. En dan heb je wat geluk nodig. En dat geluk hebben we op dit moment aan onze zijde. Maar ik denk al bij al dat we die overwinning verdiend hebben afgedwongen. Ja, je hoort dat wel vaker, hè? Een ploeg die met 10 valt, ja, die krijgt dan plots revanchegevoelens. Het begint beter te draaien. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, beter draaien, dat is logisch ook. We hebben een heel goede groep, we hebben een heel goede spelersgroep die enorm goed aan elkaar hangt. En die gaan voor elkaar door het vuur. En als je dan, ja, je krijgt nu eenmaal een situatie voorgeschoteld waarin dat je met 10 mensen komt. En dan weet je dat die groep voor elkaar door het vuur zal gaan. We hebben natuurlijk ook het geluk dat we snel die 1-0 maken. Ja, en dan komt het geloof in die overwinning. En de tegenstander wordt dan wat zenuwachtig en die gaat dan inderdaad een ander spel spelen, want zij voetbalden de eerste helft veel beter dan wij. Ja, we hebben nu 3 punten, dankzij een mooie overwinning, 2-0. Lierse verliest, de Beerschot speelt gelijk. Is het binnen? Nee, het is pas binnen als je mathematisch zeker bent. Dus simpel is dat. En wij moeten gewoon alleen naar ons eigen kijken. Wij moeten niet naar het anders ploegen kijken. Wij moeten gewoon doen wat we moeten doen. En dat is elke wedstrijd opnieuw 90 minuten voetbal. En ons stinkende best doen om zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. En als wij op een gegeven moment mathematisch zeker zijn, dan kunnen wij inderdaad euforisch zijn. Maar ik denk niet dat wij op dit moment in de mogelijkheid verkeren om dat nu al te zijn. Nee, maar dit was wel een sleutelmatch. Ik denk dat iedereen het daarover eens was. Dit is een heel belangrijk stap die we zetten. Ja, vooral omdat je vorige week tegen Lierse gelijk speelt. Hè. Je houdt die op een bepaalde afstand. En dan moet je dat punt van Lierse moet je dan deze week verzilveren thuis in een thuiswedstrijd. Daar waar de andere ploegen nog verplaatsing moeten. Dus dan moet je gewoon die 3 punten thuis houden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ik geloof er altijd in, maar we hebben het gewoon de eerste helft heel moeilijk gehad. Gewoon omdat we niet aan voetballen toekwamen en de tegenstander beter was. Ja, en dan moet je gewoon achteraf de groep wel complimenteren dat ze er blijven voor gaan zijn en dat ze die 3 punten hier hebben gehaald. Ja, volgende week Bergen. Met welke ambitie ga je naar daar? Laat me even gewoon 2 dagen genieten van deze overwinning en we zullen van de week wel een keer praten over Bergen. Oké, dankjewel Glenn de Boek en nogmaals felicitaties met deze hele mooie overwinning. Ja, oké, denk Leuven mag je ook niet onderschatten. Ik denk dat ze op zich een goede ploeg hebben en dat we wisten dat we superzaak konden doen deze avond. Ik denk dat de overwinning het belangrijkste was voor ons. En, die hebben we gehaald in toch wel moeilijke omstandigheden. En ik denk dat we vooral positieve moeten overhouden dan vanavond. En dat is gewoon de overwinning. Het aantal momenten in de wedstrijd is waarschijnlijk toch die 2e gele kaart en de uitsluiting? Denk het niet. Denk gewoon het moment was gewoon de rust, denk ik. De trainer zei ook in de rust van jongens, gewoon voetballen en dan komen de kansen. Maar in de eerste helft hebben we ook 3-4 mogelijkheden gehad, gewoon als we voetballen. En in de tweede helft hebben we dat eigenlijk van beide meet af gedaan. En we kregen eigenlijk de beste kans via mij nog en dan 5 minuten later kregen we die rode kaart. En ik denk dat we gewoon een goede tweede helft hebben gespeeld en veel karakter hebben getoond met 10 man. Ik denk dat de overwinning al bij al verdiend is. Ja, ik was zeker blij, want het was lange tijd geleden dat ik gescoord heb en ik ben blij, ik ben natuurlijk het meest content met de overwinning, maar het is natuurlijk wel mooi dat je een doelpuntje kan meepikken. En hoe bevalt het je hier bij Waasland Beveren? Kan je draai al een beetje vinden? Ja, goed, moet ik zeggen, ik ben vlot geïntegreerd, toffe groep ook. En niks negatief over te vertellen eigenlijk.